Het gebouw is ook... Het is echt aan renovatie toe, hè? Er komt minder geld uit Rome. Het hele houten balkwerk van de eerste verdieping is ook... naar zo'n strootje aan het gaan. Je komt hier voor de hoeveelste keer terug nu? De tweede keer. Oh, oké. Dus ik ben hier 1 keer een week geweest of zo. Met Joris samen? Ja. Wat heel opvallend is, als je in die gemeenschappen komt, en dan met name de gemeenschappen waar blanken zijn, waar blanke nonnen zijn met name, is dat ze, dat die gemeenschappen vaak begonnen zijn met, vanuit een soort van een kerkelijke liefdadigheid. Bijvoorbeeld hier hebben ze een prachtig ziekenhuis opgezet. En ja, het blijkt met de tijd dat de rekeningen niet worden betaald. Mensen zeggen dat ze geen geld hebben, het is niet duidelijk of ze wel of niet geld hebben. En dan wordt dus de zaak ondraaglijk, wordt onduurzaam. Het is een heel rare gedachte dat in Afrika alles maar gebaseerd moet zijn op medelijden. En ik kom hier om een heel andere reden, namelijk om een waardevol product hier weg te halen. Op een zodanige manier dat mensen daar geld aan verdienen. Dus de prikkel zit hem erin dat dat product verkocht wordt. Ja. Als iemand zegt van ik wil minimaal 1000 ton afnemen en jij kunt tegen die boeren zeggen alles wat je produceert dat koop ik. Ja. Dan moet je kijken hoe hard ze gaan rennen. Dat zijn gewoon duidelijke prikkels. Moet er even de schuur in of zo? Ja. Oh, dat gaat los. En wat is nou de worst case scenario? Heb je die ook wel eens? Nou, een van de worst case scenario's is dat een vrachtwagen op dag 2 de ravijn in wordt gereden. Ander worst case scenario is dat je gewoon helemaal kapot wordt gemaakt door de overheid. Ik bedoel, daar moeten we in Nederland echt vanaf, van de illusie dat de overheid hier het goed voor heeft met de eigen bevolking. Dat is gewoon niet zo. Het is gewoon ieder voor zich. Echt ieder voor zich. Heb je dan iets aan je Nederlandse connecties hier? Aan de ambassade of aan Bralima? Of aan... Geen ene reet volgens mij. Want bij Bralima, weet je, de oud-commercieel directeur Dolf, die vertelde dat hij op een gegeven moment zijn huis uitkwam. Dat deed hij dan wel eens te voet en dan moest hij schuin naar de overkant, naar de brouwerij. Dus hij loopt zijn huis uit, niets vermoedend. En op een gegeven moment komt de politie op hem af. Maar niet eentje, maar echt veel. En dat werd agressief, dus hij is gaan rennen. En die heeft dus zo nog net zo'n duikvlucht zeg maar, kunnen maken, hun poort door. Tussen de armspieren van hun bewakers door. En is toen achter die gesloten deuren verdwenen, waarna die bewakers op de vuist zijn gegaan met de politie. Dus dan proberen ze gewoon iemand van de Bralima. Moet je nagaan, de Bralima is een van de weinige bedrijven hier, van de grotere bedrijven, die echt iets produceert. Het bedrijf is hartstikke belangrijk voor dit land. Kijk. De meeste mensen die, zijn natuurlijk niet gek. Dus ze kunnen meer verdienen als functionerend bedrijf dan als niet functionerend bedrijf. Maar goed, het feit dat jij met de camera rondloopt is natuurlijk ook niet voor niks. Ik hang het natuurlijk wel uit de grote klok als het smerig wordt. Kijk, ze gaan me echt niet opknappen hoor. Nou ja, uiteraard, ik sterf liever aan een Congolees touw dan aan een Nederlands infuus wat dat aan gaf. Ja, toch?